Uw burgemeester is weggestuurd gisteravond? Ja, heel goed. Geweldig. Ja, toch, als je zo'n fout maakt, dan moet je toch niet hier meer zitten? Nou ja, hij heeft gewoon niet opgetreden. Tegen het hele spul met die valken, met die andere wethouder die opgestapt is, die weg moest. Die had die moeten reclameren, hupsakee. Die anderen ook, die niet opgetreden hebben. De gemeentesecretaris? Ja, zeker. Die moet ook wegwezen. U wist het nog niet? Nee. U weet wel wie het is, toch? Ja, hij is er nog niet zo lang. Ja, nee. Ik weet wel dat er heel veel ellende is hier. Ja. En er daar geen klappen gemaakt worden. Ik zat net even te kijken wat Femke Halsema voor knaps deed gisteren heeft gedaan. Ik denk, nou, daar kan bergen van leren. Ja. Maar goed, hij is gisteravond weggestuurd. Oké, ja, nou. Ja, misschien geeft dat weer nieuwe kansen. Maar als je dat dan hoort nu, van hij is weggestuurd omdat hij eigenlijk niet zijn werk niet goed deed. Wat denk je dan? Nou, niet heel veel. Nee, ik ken hem niet echt. Nee, weet je hoe die heet? Nee, ook niet. Voskou, hè? Ja. Lars Voskou, ja. Maar de burgemeester een beetje? Nee, niet goed. Niet goed, nee. Ik moet niet zo heel erg veel met de politiek. Nee. Dus, maar hij is wat in het geding, zeg maar. Niet informeren blijkt in de politiek een doodzonde. Ja, een burgemeester wegsturen doe je niet zomaar, hè? Nee. Nee, dat klopt. Dat is nogal rigoureus, maar het was blijkbaar nodig. Wat geeft dat u voor gevoel dat het zo speelt weer hier? Nou, ik weet niet beter. Ik ben hier geboren en getogen. Ja. En het is hier altijd handjeklap geweest. Dus wacht het maar weer af.